Beste vrienden, expressief lezen, hoe doe je dat? In dit korte opgenomen live lesje ga ik bij jullie uitleggen hoe je expressief voorleest. Jullie hebben uit het document expressief lezen, hoe doe je dat, dat jullie hebben gekregen, gaan jullie 4 punten zien staan. Hebben jullie die ook zien staan? 1. Volume. Wat betekent volume? Niet te luid, niet te stil. 2. Intonatie. De klemtoon op verschillende woorden. 3. Articulatie. En 4. Tempo. Als je met die 4 dingen aan de slag gaat, ga je een ongelooflijk resultaat krijgen. 1. Volume. Ik ga een klein stukje voorlezen uit een verhaaltje van Toon Tellegen. En dan ga ik eerst fout voorlezen met een foute volume. Ik zou, zei de mol, en dat meen ik, ik zou heel graag eens 1 keer Holland mijn jas aandoen. Het zweeg even, tuurde over een paar takken door en ging verder. Ik roep, ik kom. Volume was niet zo heel goed. Dat was 1, jawel, te stil. 2, te luid. Dus zoeken we een goed volume. Dat zou kunnen zijn, ik zou, zei de mol, en dat meen ik, ik zou heel graag eens 1 keer al Holland mijn jas aandoen. Dat lijkt me een goed volume. Tweede is intonatie. De intonatie is de toon die je legt tijdens het voorlezen. Als je altijd op dezelfde toon spreekt, dan is dat verschrikkelijk. Absoluut. Ik ga even voorlezen met een slechte intonatie. Ik zou, zei de mol, en dat meen ik, ik zou heel graag eens 1 keer al Holland mijn jas aandoen. Lijkt wel een beetje op Ior, denk ik, uit Winnie de Pooh. Maar goed, ik ga het nu aan de andere kant een beetje fout doen. Ik zou, zei de mol, en dat meen ik, ik zou heel graag eens 1 keer al Holland mijn jas aandoen. Dat is dan weer Samson, dat is een beetje overdreven. En overdrijven is niet altijd heel goed, tenzij het echt de bedoeling was. Hier gaan we een juiste intonatie doen. Ik zou, zei de mol, en dat meen ik, ik zou heel graag eens 1 keer al Holland mijn jas aandoen. Puntje 3 is articulatie. Articulatie wil zeggen dat je de woorden heel goed gaat uitspreken en je mond open doet. Als je je mond niet open doet, dan articuleer je niet. Dus ik ga nu even fout articuleren. Pardon, ik ga even fout articuleren. Dat is mijn ontbijtje nog. Ik zou, zei de mol, en dat meen ik, ik zou heel graag eens 1 keer al Holland mijn jas aandoen. Mijn mond bewoog niet, er komt geen klank uit. Als je mond beweegt en er komt mooie klank uit, maar bij articuleren, en dan is het heel fijn dat je jezelf filmt, of je naar een spiegel kijkt, je moet je mond op de juiste manier open doen en de klanken juist uitspreken. Ik zou, zei de mol, en dat meen ik, ik zou heel graag eens 1 keer al Holland mijn jas aandoen. Overdrijf en kijk naar de bewegingen van je mond. Het vierde punt is tempo. Het tempo is heel belangrijk, want ofwel, ik zou zei de mol, en dat meen ik, ik zou heel graag eens 1 keer Holland mijn jas aandoen. Je moet de luisteraar een beetje tijd geven dat het verhaaltje bij hem binnenkomt. Dat duurt even. En daarom ga je pauzes inlassen. Een van de belangrijkste pauzes zijn de leestekens. Dat is heel simpel. Een leesteken, dat zegt, ja, moet je even wachten. Dat is 1 ding. Dus, ik zou, zei de mol, en dat meen ik zou heel graag eens 1 keer al Holland mijn jas aandoen. Als ik nu, om dat in te oefenen, eerst even de leestekens uitspreek, dan krijg ik zou, komma, zei de mol, komma, en dat meen ik, komma, ik zou heel graag eens 1 keer al Holland mijn jas aandoen. Punt. Hij zweeg even, komma, tuurde onder een paar takken door en ging verder. Dubbelpunt. Terwijl ik roep, dubbelpunt, ik kom, uitroepteken. En in de verte zou iemand op mij wachten. Punt. Dat geeft je tijd, niet alleen om een pauze in te lassen, maar ook vooral om te ademen. En ademen is onvoorstelbaar belangrijk. Ongelooflijk. Want als je dit, ik ga eens proberen heel dat stukje voor te lezen, zonder ademen,
Ik zou, zei de mol, en dat meen ik, ik zou heel graag eens één keer al Holland mijn jas aandoen. Hij zweeg eventueel onder een paar takken door en ging verder, terwijl ik roep, ik kom, en in de verte zag iemand op mij wachten. Oh, ik heb geen lucht. Dus ik ga de truc gebruiken. Ik zou komen, zei de mol, komen. En dat meen ik, komen, ik zou heel graag eens één keer al Holland mijn jas aandoen. Punt. Nu ga ik het de leestekens weghalen, maar ik ga tegelijk ook een goede articulatie proberen te doen, een goed tempo te maken en een goede uitspraak en natuurlijk alle andere dingen die je moet doen. Dus denk puntje 4. 1. Tempo. 2. Nee, ik ga de juiste nummertjes van een blad zetten. Sorry. 1. Volume. 2. Intonatie. 3. Articulatie. 4. Tempo. Ik ga het proberen goed doen. Daar komt hij dan. Ik zou, zei de mol, en dat meen ik, ik zou heel graag eens één keer al Holland mijn jas aandoen. Hij zweeg even, tuurde onder een paar takken door en ging verder. Terwijl ik roep, ik kom, en in de verte zou iemand op mij wachten. Nou goed dan, mol, zou hij zeggen. Schiet op, ik wacht al uren. Maar hij zou wachten. De egel luisterde aandachtig, zoals altijd wanneer het over de verte ging of over onbekenden. En nu moet ik stoppen, want ik zal heel het verhaaltje al beginnen voorlezen. Zo leuk vind ik dat. Woensdag tijdens de live les gaan we met jullie, en probeer allemaal aanwezig te zijn, je microfoon moet werken en graag ook je camera, dan zien we jullie articulatie en intonatie op de best mogelijke manier. Dan gaan we dit oefeningetje even doen, jullie allerlei tekstjes eens laten voorlezen die jullie al hebben, een beetje oefenen. En ik heb al een paar tekstjes gekregen en ik ben bijzonder verbaasd en onder de indruk door de kwaliteit. Ik denk dat iedereen deze opdracht heel goed gaat afwerken. Dankjewel. Tot woensdag, beste kinderen.